theatermakers worden geadopteerd door bewoners uit de wijken Zuilen, Overvecht en Ondiep. Van deze ontmoetingen worden theatervoorstellingen gemaakt die zich in de wijken zelf afspelen, genaamd de Wijksafari Utrecht. Je hebt 8 verschillende adoptiehuizen. Dat is eigenlijk het basispodium van onze voorstelling. En wij hebben 8 spelers. En die 8 spelers die gaan 2 weken, dat is voor het maken van het script van de voorstelling, gaan die in adoptie. Dus die worden geadopteerd door die 8 verschillende gezinnen. Mm-hmm. Of alleenstaande mensen, dat kan ook. En uit die adoptieperiode, die duurt 2 weken, daar wordt een thema uitgekristalliseerd. Daar gaan we een dialoog van schrijven. Die dialoog die wordt gespeeld door de burger. Dus dat is de adoptieouder. En een van onze spelers. Die maken dat samen. En dat ga je als publiek eigenlijk meemaken. Hoe kom je aan die bewoners? Nou, dat is een veelgestelde vraag aan ons. En het antwoord is echt zo letterlijk als dat ik het bedoel. Wij bepalen op een gegeven moment een wijk. Wij gaan op de fiets. Wij stoppen ergens, je parkeert, je zet de fiets op de standaard en dan beginnen wij aan te bellen. Mijn goede vriend Najib Sharadi, ja. Uit de Midden-Oosten gekomen. Een fantastische zanger en beeldende kunstenaar en mee gaat doen met de voorstellingen. Ja, ik ben zo blij. Ja. Zina is een groep kunstenaars met allerlei verschillende achtergronden en vanuit verschillende disciplines. Wij maken geen kunst hier omdat we dat willen. Nee, we willen eigenlijk heel graag bewoners de kans geven om hun levensverhaal in hun eigen huis op hun eigen podium TCT te vertellen. En daar moet je elkaar voor echt goed leren kennen. Dus het begint nu en we hopen elkaar echt heel veel te zien en te spreken. En dan in juni en juli, dan komt het publiek en die kunnen van die verhalen genieten. Bij de mensen thuis op die podia. Albert is een van onze adoptieouders. Schuin aan de overkant. Je bent de theatermaker van het Sina-project. Wat houdt dat in? Ik ben een maker, zo noemen we dat. Theater is voor ons te beperkt. Een maker bij Sina die is al maanden daarvoor bezig om zich te koppelen aan iemand uit de wijk. In mijn geval is dat Fatma uit deze wijk. En ik ga dan met haar optrekken. Wij zitten al in elkaars leven als het ware. Fatma is 58, heeft een verstandig gehandicapte zoon in Baarn. Haar man is nu ernstig ziek en zij heeft geen rijbewijs. Dus omdat ze haar zoon vaak wil kunnen bezoeken, is zij op haar 58ste net begonnen met rijbewijs halen. Ik heb ook geen rijbewijs. Dus ik ben samen met haar aan het lessen bijvoorbeeld. En zo bouwen we steeds verder naar... Ik heb een broertje die is verstandig gehandicapt. Mijn moeder is een paar jaar ouder dan Fatma. En ik zocht naar iemand die een volwassen kind had. Verstandig gehandicapt. En die een beetje op mijn moeder leek. Omdat ik dat wilde uitzoeken nu. Die dingen die je samen mee gaat maken. Daar ga je een soort stuk van maken. Hoe moet ik me dat voorstellen? Alles wat je doet in die 3 kwartier dat wij het publiek hebben... In 3 kwartier is een tijd van 3-4 maanden gecompressed. Het gezang van de mannen daar onder de poort. Dat was nog veel mooier dan het mooiste slavenkoor. Met al. Dus je gaat de huizen in, daar zie je die scène. Vanuit dat huis trek je naar de volgende scène. Je krijgt ook uitleg over de architectuur van de wijk, maar in een lekkere vorm. Dus gewoon dingen die nieuw zijn, die je niet weet. Dat je denkt, ik wist niet dat de watertoren eigenlijk in dat jaar geboren was, maar zus en zo in de boeken staat. En nou, onderwijl zie je ook eigenlijk uitspraken, een soort levensvisie van de adoptieouders zie je op de gevels. Van de huizen staan. Nou, het is dus in die zin echt een trektocht met oases van 3 kwartier waar je in de huizen bij de bewoners de scènes meemaakt. Een wijksafari. Een wijksafari.